Wat hopen jullie nou dat er eigenlijk vandaag uit gaat komen? Ja, we hopen gewoon dat het onderste kan getrokken wordt en dat alle ouders terugkrijgen waar ze recht op hebben. En dat gaat gebeuren, want de commissie Donner liet vandaag geen spaanheel van de handelswijze van de Belastingdienst. Alle gedupeerden moeten ruimhartig gecompenseerd worden. Voor de toeslag die ze zijn misgelopen, voor materiële en immateriële schade die ze hebben geleden, enzovoorts voor kosten die bij invordering in rekening zijn gebracht en kosten die ze hebben moeten maken in verband met rechtsbijstand. Gedupeerde Joey en zijn vriendin Tamara horen het betoog verbijsterd aan. Al 10 jaar zitten ze in de ellende. Ze moesten 47.000 euro aan kinderopvangtoeslag terugbetalen. Ben je niet enorm opgelucht? Ik heb nog geen vertrouwen in de Belastingdienst, dus ik moet het eerst zien dan geloven. Wat zijn de grootste fouten die de Belastingdienst heeft gemaakt? Men heeft gedaan wat de wet van ze eiste. Men heeft de wet toegepast. Men heeft de regels toegepast. Ja, maar met verschrikkelijke gevolgen. Dat klopt. En dat gebeurt als je blindelings, zonder nadenken, dat doet. De dienst dacht bij iedereen die ook maar één fout maakte dat het om fraude ging, zonder de zaak uit te zoeken. Een aantal ouders moest zelfs hun huis verkopen om de toeslag terug te kunnen betalen. Valt dat nog te repareren? In die zin is er natuurlijk dit soort dingen zijn nooit echt te repareren, zeker niet bij de ergste gevallen.